Hanna, er was een idee opgekomen bij de kinderen tijdens het produceren van het schilderij. En dat gaf iets heel mooi weer van wat ze hebben meegekregen. Ja, ja, dat klopt. In eerste instantie zouden we één grote schildering maken met kleine stukjes, waarin oorlog en vrede samen werden verbeeld. Maar de kinderen die vonden het eigenlijk heel leuk om een werk te maken met over vrede en een stuk over oorlog, los van elkaar. Zodat ook duidelijk dat het verschil zichtbaar is en zo bijvoorbeeld in de kleuren, in de vormen, wat oorlog is en wat vrede is. Dus hoe we het niet willen en hoe we het heel graag wel willen.